leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Het is maandag en ik ga een nieuwe top 5 maandagen beginnen. Ik had de top 5 oogschaduwpaletten. Maar nu ga ik voor de top 5 lipsticks, want mijn oogschaduwpaletten inspiratie is op. Er was ook door velen gevraagd of ik lipsticks of blushes of zo wil doen. Het komt er nog allemaal aan, maar ik ga me nou richten op de lipsticks in ieder geval. Of ik zet maandag eens een keer iets anders online. Ik zit even op een andere locatie, want beneden is iedereen thuis. Blij dat ze thuis kunnen komen, dat gewoon alles goed is. Dus hartstikke fijn. Maar als je wil gaan filmen is dat niet zo chill. En ten derde, dat is nummer 3 dat ik ga meedelen. Ik heb een keer een hogere staart, CQ knot in. Want dat was me gevraagd door een van mijn vaste kijkers. En toen ook nog mijn collega van mijn stageafdeling. Ik heb zeg maar beneden stage gelopen en ik werk nu boven. Toen een van die collega's daar ook nog zei, denk ik, ja, nou moet ik wel eens een keer iets hoogs gaan proberen. Het is niet heel hoog of zo, maar ik ga gewoon langzaam omhoog werken, dat ik me er comfortabel bij voel. I hope you like it. We beginnen dus vandaag met de top 5 lipsticks. En dit keer is de but en de top 5 bruine lipsticks. Bruin. Ik hou van bruine lipsticks. Ik ben er echt weg van. En ik vind ze heel elegant staan en charmant en netjes. En het kan ook helemaal niet staan, maar dan ligt dat meestal aan de combinatie van persoon en lipstick. En ik hou gewoon echt van bruine lipstick. Ik ben echt een bruine lipstick lover. Zowel in zomer als winter. Het is natuurlijk meer een winterskleurtje, maar ik kan dat ook heel goed in de zomer dragen. Anyway, laten we gauw beginnen. Ik begin even met de meest budgetproeven van het stijl. Dit is de Max & More Matte Lipstick in Topless. Toasted Taupe, sorry. Ik was even in de war met die andere lipstick. Deze is van The Action. En ik heb er een volledige video over gemaakt over alle 6 de Action lippenstiften. En ik vind ze goed. Kijk, het is geen MAC kwaliteit, maar hoi, 50 cent betaal je ervoor. Ik vind het wel jammer, dat heb ik toen in die video ook gezegd, dat je hem niet volledig in de huls kan draaien, zeg maar. Want ik mol altijd mijn lipsticks op deze manier. Als ik dan te lom ben met het in de huls doen, dan mol ik die gewoon. En dat is gewoon vrouwtje typisch. Maar ja, verder blijven ze heel goed zitten. Zijn super goed mat. Zien er mooi uit. Dekken goed. En ik ben dan ook heel erg tevreden. Dus ja, ben je inderdaad een taupe kleurtje. Wat bruin. Er zit ook wel een vleugje paars door. Wat hem gewoon chic maakt, vind ik. Een kleur die er heel erg op lijkt, zowel qua prijs. Nou ja, deze is 50 cent en deze zijn 3,99 of zo. Is er eentje van Catrice. Dit is de Ultimate Matte. Catrice heeft 3 assortimentwisselingen geleden. Dus niet afgelopen, niet daarvoor en niet daarvoor. 6 matte lipstick uitgebracht. En de tweede assortimentwijziging hebben ze erbij gemaakt. Maar die eerste zat een hele mooie kleur. En dat is deze. En dit is de kleur Topless in Love, waar ik dus even in de war mee was met die andere. Een hele mooie taupe kleur. En volgens mij lijken ze ook op elkaar. Ga ze eens naast elkaar swatchen. Action. Maar die heb je al een close-up gezien. En Catrice. Action is iets warmer, Catrice is iets koeler, maar het scheelt ze nagenoeg niks. Dus een mooie dupe voor die. Niet dat deze al te duur is, maar toch, hè, het idee. Dan hebben we een wat andere bruine lipstick. Dit is namelijk een warm bruine lipstick. En dit is van Ethos. Dit is de Kylie's Fan. Ik moest even spieken. Excuse me. Ik vind de lipstick van Ethos sowieso heel erg goed. Dit is een wat warmere bruine variant. Dus wat minder taupe, minder ijzig. Want sommige taupe lips kunnen een beetje cool staan. Nou hou ik van koele lipstick kleuren. Maar deze is wat warmer. En daarom ook bijzonder. En daarom even net anders dan de rest. Dan andere lipsticks die je zult kunnen kopen. En ik ben ook tevreden over de kwaliteit. Ik vind Ethos heeft heel veel missers. Maar ook heel veel hits in een lippenstift. Je moet echt even swatchen en kijken van is deze dekkend? Ja. Dan is hij goed. Dan blijft hij heel de dag zitten. Maar je hebt er ook lipsticks bij. Waar je 6 keer overheen moet. En nog je eigen lippen doorheen zit. Daar hou ik persoonlijk niet zo van. Zeker ook omdat dan de uitwerking niet zo goed is. Maar deze van Ethos is een toppertje. Een warme bruine kleur. Ook zomer en winter. Misschien weer meer voor in de winter dan in de zomer. Maar shit happens. Ik draag hem lekker het hele jaar door. 2 duurdere. Ik moest van mezelf 1 MAC lipstift uitkiezen. En ik mocht er niet meer in doen. Want anders zou het 1 grote MAC parade worden. Want ik ben fan van de lipsticks van MAC. Dit is de kleur Crab Your Coffee. En is dit nou echt een bruine? Ik denk dat het een beetje een nude bruine is. Een roosbruinachtige. Oud roosbruinachtige. Maar ik vond hem bruin genoeg om hem onder de bruine lipsticks te laten vallen. En ja, Crème Your Coffee is een crème sheen finish. Crème sheen finish. Blah, logisch. En ja, ik jeuk. En ik ben er heel erg blij mee. En dit is ook een lipstick die ik graag naar mijn werk draag. Die ook heel elegant eruit kan zien en heel chic. En ik zal hierboven even een filmpje linken waarin ik hem draag. En ik vind hem gewoon zo netjes staan en zo keurig.
Dus daarom ben ik er heel blij mee. En ik had er nog meer van MAC willen nemen. Ik vind bijvoorbeeld Mocha vind ik heel erg mooi. Ik vind Velvet Teddy heel erg mooi. Ook twee bruin, allebei bruin. Maar deze vind ik net iets mooier. Net iets meer wat ik zou dragen, zeg maar. De laatste kleur, dit is Conspiracy van Urban Decay. Dat is een donkerbruine metallic finish heeft hij. En ja, dit is een heel warm bruine kleurtje. En ik draag deze zo graag. Ik heb hem ook in een liquid lipstick. Ik was er zo blij mee met deze dat ik hem ook in een liquid variant heb gekocht. En hij bevalt nog steeds ontzettend goed. Er zitten gouden glittertjes doorheen. Hij blijft heel de dag zitten. De kwaliteit is ontzettend goed. En ja, ik ben er gewoon verliefd op. En ik draag deze heel graag en heel vaak. Je ziet het niet echt. Maar die van Urban Decay zijn gewoon heel erg duurzaam. Je ziet gewoon niet dat je ze heel vaak gebruikt. Terwijl ik hem echt al heel vaak heb gebruikt. Dus dat is mooi. Althans, dat vind ik mooi dan. Waren dit de top 5 bruine lipsticks? Volgende week weer iets anders. Of een andere, überhaupt een hele andere video. In ieder geval post ik 3 keer in de week een video. Dus of een lipstick video op maandag of iets anders. Ik ga even weer inspiratie opdoen voor de nieuwe top 5 lipsticks. Mocht je iets weten en van, oh doe dat is of dat is of dat is. Top 5 MAC, dat ga ik sowieso doen. Hoe dan ook. Top 5 gekleurde, felgekleurde, felroze, verzin maar eens iets. Laat me even weten wat jij leuk zou vinden. Want u vraagt en wij draaien. En zo simpel is het. En dat vind ik ook hartstikke leuk om te doen. Dit was hij alweer. Ik wil je bedanken voor het kijken. Ik wil je uitnodigen voor woensdag. Want dan is er een nieuwe video online. Niet lipstick gerelateerd. Althans, dat denk ik van niet. Ik wil je bedanken voor het kijken. En heel graag tot de volgende keer. Doei!